De volgende spreker is Maarten Laros. Maarten, waar ben je? Oh. Maarten, ik kwam ook jou tegen. Jij belde mij geloof ik op om te kijken of wij mogelijk samen zouden kunnen werken. Ja. Iets zouden kunnen doen aan talenten. Voor mij wel heel grappig. Dat schreef ik volgens mij in de aankondiging. Ik heb nu een aantal mensen niet echt bewust bij elkaar gezocht, maar het gaat allemaal wel ergens over talenten. En we hadden eigenlijk zo'n leuk gesprek dat ik zei, misschien is het leuk om een keer op het inspiratiepodium te komen. En het mag. Ja. Hierbij. Ik nodig je uit. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, Maria heeft me gevraagd de achterkant van mijn cv te laten zien. Dat is een uitdaging voor mij. Over het algemeen zit ik veel in mijn hoofd. Dus Maria, je moet me ook een beetje helpen als ik in mijn hoofd raak en teveel de voorkant van mijn cv begin te vertellen. Ik begin toch even bij de voorkant van mijn cv. Kort. Nou, mijn achtergrond is, ik heb een opleiding in personeel en arbeid. En, ik ben lange tijd organisatieadviseur geweest. Ik heb heel veel reorganisaties gedaan, fusies. En wat mij altijd intrigeerde was de zachte en de harde kant van het bedrijfsleven. En vorig jaar heb ik twee mooie cadeaus gekregen. Het eerste cadeau was, ik werd ontslagen. Fantastisch cadeau. Het tweede cadeau was dat ik het jaar daarvoor in contact kwam met De Voorde. En De Voorde die gaf een training, de talentenmanager. En de talentenmanager brengt je eigenlijk helemaal uit je comfortzone en helpt je terug te gaan naar je ene woord, je talent of gave. En dat is iets spiritueels. Dat is wel mooi wat ik, de verbinding die ik met Maria en ook met jou heb. Want iedereen heeft een gave. Alleen dat wordt door trauma's of vervelende ervaringen, je opvoeding, achter je vader aan schaatsen op de Elfstedentocht. Dus een prachtige, mooie ervaring. Leren, doorzetten. Maar het heeft ook een impact op je. Eigenlijk wordt je gave waarmee je geboren wordt een beetje overschreven. En heel veel mensen raken er ook compleet kwijt, dat contact met je gave. Mijn talent is verbeteren. En daar ben ik heel blij mee. Maar het heeft me tegelijkertijd ook enorm in de weg gezeten. Toen ik hier binnenkwam, als ik ergens binnen kan, kom, dan kan ik meteen drie punten noemen die verbeterd kunnen worden. Dus ik kwam hier binnen en ik zag dat de opstelling echt een zon was. Fantastisch uitzicht, maar wel heel erg irritant als je naar je sprekers hebt. Dus ik ben meteen naar buiten gelopen. Ik dacht, ho, 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 ho. Nee, dat is niet mijn ding. En alles stond al opgesteld en iedereen was hier druk bezig. En dan raken we precies de essentie van een talent. Een talent moet A, ten dienste staan aan de ander. En je moet hem inzetten als die gevraagd wordt. En dat was nou niet bepaald mijn sterkste kant tot voor een jaar terug. En dat was ook de reden van mijn ontslag. Ik was een hele goede organisatieadviseur. Vanuit mijn talent. Maar misschien was ik wel te goed. En schoot ik ook door in mijn talent. En dat resulteerde dat ik eigenlijk voor de directeuren die ik begeleidde, eigenlijk meer een bedreiging werd dan een hulp. Dus wat mijn leerpunt was, was doseren. Ik moest nog leren te doseren. En ik moest ook nog leren mijn talent daarin te zetten waar het ook nodig was en gevraagd.
Ja, en dat is een fantastische zoektocht. Want sinds ik mijn woord gevonden heb, voel ik mij ook gelukkig. En ik weet niet wie hier zich gelukkig voelt. Mag ik eens vragen, persoonlijke vraag? Wie voelt zich gelukkig hier? Kijk, nou, dat is, je hebt een goed publiek. En kan iemand mij ook een definitie van zijn geluk geven? Kan iemand mij... Kun jij hem geven? Voor mij. Oké. Ja? Ik wil iets proberen, maar ik denk dat het is voor mij heel persoonlijk. Mm-hmm. Het gaat voor mij over uitsprekingen. Mm-hmm. Dus voor mij gaat het wel gelijk op met mijn hart kunnen uitspreken. Ja. Dus daar zit voor mij. Ja, ik denk dat gelukbeleving iets heel persoonlijks is. En als ik naar mijn definitie kijk, dan gaat het bij mij over me heel voelen. En het gekke is, als ik kijk naar de achterkant van mijn cv en naar mijn leven, dan moet ik vaststellen dat zoet en zuur... daarin dat daarbij hoort. Hier in het Westen is verdriet of dat het je tegenzit, ontslag en ziek worden. Dat vond ik ook zo mooi in jouw verhaal. Dat is heel erg. Maar ik geloof dat je gelukkig kan zijn door het zoete en het zure van het leven ook te doorleven. En ik heb in mijn leven heb ik het nodige aan zuren gezien en gevoeld. Ik kan daar toch al een paar mooie voorbeelden van geven. Maar voor mij is de definitie van geluk me heel voelen. En ik moet zeggen, wanneer voel ik me heel? En dat is met name als ik in mijn talent zit. Als ik bezig ben met verbeteren. Als ik me ten dienste kan stellen aan de ander. En als ik daarin... ook een balans heb gevonden. En dat laatste is verdomme moeilijk, moet ik zeggen. Het is sinds dat ik mijn talent gevonden heb, mijn woord, er ook niet eenvoudiger op geworden. En dat zoete zuren, als ik naar mijn achterkant van mijn cv kijk, dan heb ik de lente, de zomer, de herfst en de winter gehad. En dat gaat maar door. En het valt me op dat ik toen het niet zo goed ging met mij, dat ik in de herfst van even mijn leven zat, dat ik daar naastig probeerde de blaadjes weer terug aan de bomen te plakken. En dat kostte me verdomme veel energie. Ik wilde niet die winter in. En het gekke is dat sinds ik het zure durf te proeven en het ook durf te accepteren, dat ik met veel plezier kijk hoe de blaadjes van de bomen vallen en hoe het eigenlijk winter wordt, koud, naar, ellendig voelen. Maar ik weet dat die lente weer gaat komen. Dus ik laat het los. En ik denk... 10, 12 jaar in mijn leven ben ik bezig geweest om die blaadjes terug aan die bomen te plakken. En mijn God, wat ben ik blij dat ik nu begrijp dat het zure gewoon onderdeel van het leven is. En als je durft te proeven in je ziekte, want ik heb eigenlijk soortgelijke klachten en problemen gehad. Een paar jaar terug een behoorlijk schamschot gehad. Ik had moest een operatie ondergaan met 50% overlevingskans. Dan begrijp je eigenlijk van, oké. Dus ik heb, op dit moment kan ik, of sinds mijn ontslag, mijn gelukkige ontslag, kan ik me eigenlijk volledig bezighouden met mijn talent. Verbeteren, ten dienste stellen aan. Dus ik ben bezig met een werkgelegenheidsproject. Mag ik je vragen om
terug te gaan naar je, ik doe het bijna niet, ja? Maar in dit geval wil ik het wel doen. Ja, ik heb het je gevraagd, ja, hè? Dus, ja, daarom heb ik het gevraagd. Wil je met ons teruggaan naar het zoete en het zure en daar iets over vertellen, mm-hmm, wat dat specifiek in je leven was? Oké. Okay. Nu begin ik te raden, mijn hoofd gaat naar het werk, maar ik weet het niet. Oké, okay, nee, goed, dankjewel, Marien. Het zoete en het zure. Ik kom uit een gezin van 6 kinderen. En dat was een vrij dynamisch gezin. Mijn beide ouders die hadden stevig oorlogstrauma. Mijn moeder die zat in de verpleging. En die heeft in de slag van Overloon haar collega's aan flarden zien schieten. En werd op haar tweede jaar al bij de nonnen geplaatst. Omdat mijn oma zelfmoord probeerde te plegen door in de Maas te springen met mijn moeder op haar arm en mijn oom op de andere. En dat trauma wat daar is ontstaan, dat heb ik eigenlijk door onze familie heen als een rode lijn teruggezien. En dat speelt nu nog steeds in onze familie nog een hele grote rol. Want door dit trauma heeft mijn moeder eigenlijk nooit de moederrol in kunnen nemen. Omdat ze zelf ook nooit de moederrol heeft ervaren. En ook dat zure, dat heeft ertoe geleid dat ons gezin, hoe moet je dat zeggen, niet verankerd werd. Hoe moet ik dat duiden? Het ontplofte op een gegeven moment. De relatie ging helemaal niet goed. Mijn moeder had ontzettend veel geldingsdrang. Mijn oudste broer was gezond op de geboren. Maar door fouten, door de doktoren, werd hij toch epileptisch. En mijn moeder met al haar trauma's probeerde met een enorme geldingsdrang ter compensatie van haar tekortkoming te laten zien dat, ja, dat ze, ik ga nou te diep, hè? Nee, dat is mooi. Dat ook anders kon. En dan praten we over de jaren 70. Even nee, dat heeft ertoe geleid dat ons gezin uit elkaar klapte en ik ben bij mijn moeder blijven wonen. Op mijn 14e kwam ze op het idee om een duurzame woning te bouwen in Portugal. Dus ik werd gewoon van school geplukt en van nou, we gaan naar Portugal, we gaan er een huis, een duurzaam huis bouwen. En ik heb gewoon een jaar gespijbeld op mijn 14e. Mijn moeder was een gevaar op de weg met de bus, vanuit haar trauma, hup, rijden. Dus ik reed ook gezellig mee. Dus op mijn 14e reed ik naar Portugal, dus 3000 kilometer. Dat vond zij allemaal normaal. Ze was eigenlijk een soort anarchist. En ja, dat ging niet goed. Ik was eigenlijk de enige die achtergebleven was in de scheiding. En ik had gewoon een vader nodig. En ik had een moeder die in haar geldingsdrang bezig was met huizen te bouwen, les aan de natuurgeneeskundige academie in Amsterdam en een veganistisch restaurant. Die was met van alles bezig, behalve met de opvoeding van mij. Nou, dat resulteerde in dat ik in het criminele circuit kwam. Ik ging mijn eigen gang, ik ontspoorde compleet. Ik zat tussen de moordenaars en de gekken. En op mijn 17e dacht ik, dat gaat niet goed. Dus op dat moment heb ik aan de bel getrokken. Ben naar mijn vader gegaan. En mijn vader die zei, kom maar. Daar bleek ik ineens dat ik wel kon studeren. Dat ik mijn middelbare school af kon maken. Ik werd geselecteerd voor de officiersopleiding tijdens de militaire dienst. Het ging eigenlijk op. Ik kreeg allemaal vrienden, ik kreeg een vriendin, was van adel. Ging alle kanten op. Ja, gevierde jongen. Dus ik werd zelfs een beetje arrogant.
En ik werd pelotonscommandant van een tankbataljon of van een peloton. Dus ik reed met 4 van die Leopards achter me aan door het Duitse landschap. Ik reed alles kapot, geweldig, weet je wel. Dat is geweldig. En dan komt het zure weer, hè. Het zuur bij mijn moeder, zoet bij mijn vader. Het ging goed. En dan is God toch een sadist. Die zegt toch nog even, ik wil nog even met je afrekenen met dat andere gedeelte. Want dat had ik achter me gelaten. Ik had alles op orde. Toen kwam de afrekening. Dus er begon iemand te praten uit mijn oude leven. En voordat ik het wist, werd ik opgepakt. En werd er wat huiszoeking gedaan. En er kwamen nog wat oude souvenirs uit de kast. En voordat ik het weet, stond ik in de Telegraaf. En werd ik oneervol ontslagen. Het liedje van als het goed gaat heb je vrienden. Hè? Nou, dat liedje is heel herkenbaar. Want op dat moment snapte niemand meer. Men begreep me niet meer. Er stonden dingen in de krant. Ik zei van, Ros, ben jij dat? Ja. Dat ben ik. Ik heb schoon schip gemaakt. Ik heb voor de rechter gestaan. Ik heb mijn straf gehad. En ik heb mezelf vanaf dat moment weer moeten herbouwen. Mezelf opnieuw moeten uitvinden. En ik kan niet zeggen dat dat een grappige rit was. Dat was die 12 jaar waarin ik mezelf heb moeten herbouwen. Maar ik had het voor geen goud willen missen. Alleen wat ik nu weet, en toen nog niet. En daar was ik druk bezig die blaadjes terug aan de boom te plakken. Ik probeerde mezelf staande te houden. En dat heeft me gruwelijk veel energie gekost. Ik probeerde mezelf weer vorm te geven. Want mijn imago en mijn basis was gewoon weg. Dus ik heb mezelf opnieuw uit moeten vinden. En dat dat zure heeft me goed gesmaakt, kan ik nu zeggen. En als ik nu het zure moet proeven, dan laat ik hem meteen vallen. Dan laat ik me meteen in de vrije val. En als ik een metafoor moet geven, dan voelt het voor mij alsof ik in een zwembad sta, op de hoge duikbank, het licht is uit. Ik weet niet of dat er water in het zwembad zit. Ik weet niet of het warm water is of koud water. Maar mijn ervaring is, als je durft te springen in het donker, dan is het de lage duikplank, het water is prettig en de val is zacht. Dankjewel. Seher vakti çaldım yarın kapısın, aman aman aman. Çaldım baktım kapılara sürmeli, aman aman aman. El vurmadım otağının yapısın, aman aman aman.
Çıka geldi bir gözleri sürmeli aslanım eller elleri kokuyor gülleri gülleri ne bilsin eller elleri perişan halleri. Kapısın bekleyen alır kesin aman 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 beklemeli şu güzelin işin aman 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 günde yüz bin kere yüzler sürmeli aslanım eller elleri kokuyor gülleri gülleri ne bilsin eller elleri perişan hallerim.